YouTube, Ace hier. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag iets speciaal. Rather interesting. Zoals jullie allemaal wel weten, is mijn laatste house review video over Royalistic zijn mega miljoenen villa jammer nog offline gehaald door zijn management. Die video zien we nooit meer terug. Dat is jammer. Ik had heel veel werk in die video gestoken. Had die hond geëdit, een paar leuke mopjes gemaakt. Dat voor Royalistic niet. Daar kan ik niet over discussiëren. Ik heb geen zin om naar koor te gaan met de CEO van... Hoe noemt ze sapje weer? Focusdrink, man. Focusdrink. Ik heb geen zin om naar koor te gaan met de CEO van Focusdrink, want dat kan ik niet winnen. Dus vandaag gaan we gewoon weer een beetje onder de riem. Vandaag reageren we op de nieuwe miljoenen appa van Gio. Stel je voor, het zou toch fout gaan. En ik zou toch naar Core moeten. Dan heb ik iemand meegesleurd in dit probleem. Vandaag doe ik het dual fucking commentary. Samen met Egbert. Iemand die ik heb leren kennen. Niet zo lang geleden eigenlijk. Maar ik ben hier alleen maar zodat als we neergaan, dat we samen neergaan. Begrijp ik dat goed? Ja, dat is het. Ja, man. Hard. Respect voor die mensen. toch. Kijk, deze video Gio koopt duurste penthouse 6,9 mil. Ik ben geïnteresseerd wat wij als gewoon goede YouTubers verkeerd doen. Waarom hebben wij geen 6,9 mil appa? Ik kan je vertellen, man. Ik kan je vertellen wat wij verkeerd doen. Wij gebruiken geen kinder in onze thumbnail. We gaan direct zo. Ik kan hem al openstaan. Onderzoek naar Gio Latoy na verspreiding, kinder. Dat is bizar, maar er is dus een YouTuber geweest en die heeft dit allemaal uitgedokterd. En die heeft ook bij meldpunt kinder in Nederland heeft hij gezegd, yo, kijk hier eens naar. En toen zeiden zij... What the fuck? Ik heb hier een foto bij het artikel. Zo gewoon een zwoele selfie in de auto. Van Gio met een Burberry sjaal. Hij zit al diep in de shit. Gaan wij hem hier nu nog een beetje dieper steken? Ja, het is eigenlijk een beetje zielig wel, hè. Eigenlijk, kick hem al eens down. Maar aan de andere kant is hij denk ik wel de enige persoon in Nederland... die door het gebruik van kinderpokken dus zoveel geld heeft verdiend... dat hij een villa van 6 miljoen kan kopen. Of een penthouse is het, man. Penthouse. Maar heeft hij hem gekocht? Ja, dat is wel... een vraagteken. Ja, dat is wat we hier gaan zien. Heeft hij de mega penthouse gekocht? Oh, hold up. Wait a minute. Tijd voor een boodschap van algemeen nut. Ben jij, net zoals mij, ook gek op Airup? De waterfles die jij kan vullen met kraantjes water. En dan kan tunen naar welke smaak die jij ook wil. Elk smaakje die jouw hartje begeert. Het is geen geheim als ik jullie zeg dat we een super warme zomer gehad hebben. En warme zomers betekenen natuurlijk strenge winters. Super koud weer, ijzige lucht. Het gevoel dat je handen ervan gaan vallen als je aan het fietsen bent. Maar het kan ook gezellig zijn. Daarom raad ik iedereen aan om de frisse zomerse Airup smaakjes in te wisselen voor warme, zachte, zoete smaakjes. Ik kom altijd prepared. Als ik ergens op een plek kom en er zijn geen warme, zoete smaakjes, heb ik altijd eentje on get go. Vandaag, een van mijn persoonlijke favorieten. Orange Vanilla Swirl. Door deze heerlijke smaak is je strenge winter opeens niet meer zo streng. Het is alsof je met 40 graden op het strand ligt. En je bent een lekkere ijsje aan het eten. Zo'n Solero. Insane. Deze ruikt het lekkerste van allemaal. En dat is natuurlijk ook wat je wil met deze geurdopjes. Was er geen smaak af. Het is een soort van mindfuck in je hoofd. Jij ruikt dit en daardoor proef je het ook. Want water dat je aan het drinken bent is nog steeds exact hetzelfde als dat water van de kraan. Het enige wat je moet doen is die erop zetten. Drukken, dan trek je hem open. En dan neem je een sippie. Mijn hersenen zijn gewoon gefucked. Gemindfucked. Wil jij nu ook een van deze mooie flessen met allemaal lekkere smaakjes? Klik dan op de link onder de video en dan word jij rechtstreeks getransporteerd naar de Airup website. I love you guys. Yo. Dit was de boodschap van algemeen nut. See you later. Voordat we hier aan beginnen, kijk, ik ben natuurlijk aan het hunten op die 500k. Egbert is ook aan het hunten op die 100k. Ik wil hier niet quirky overkomen, want ik moet oppassen dat ik dit zeg. Hij is echt een van de beste fucking YouTubers in Nederland. Ik kijk normaal niet zoveel video's, maar check dit. Ik kijk ze allemaal uit. Als je niet weet waar je moet beginnen, omdat zoveel goede shit is, de video van de Bellingas. Hoe de Bellingas familie vlog, deze vid, die had ik moeten maken. Maar hij heeft het beter gedaan. Sub op zijn channel. Ik zou dit nooit zeggen, but you deserve it, man. Yo, thanks, man. Love, man. Love. Nu gaan we iemand natrappen. Ja, nu gaan we die gast. Hij ligt op de grond. Ik ga op zijn kop. Dit is niet de juiste vid, man. dit is niet. We kijken aan een levende legende. Er is zoveel Royalistic shitposting op het internet, hè. Nee, is hot. We gaan eraan beginnen. Ik ben hier samen met Jade en Kian van de Harris. Wat een duo commentary, man. Je kent mij wel, man. Wil je nou ook zo'n vette aansteker van jouw tech? Dan weet je waar je moet zijn. Hallo, ik ben Kian.
We doen een winactie en ik geef namens jou het echte plasma aansteken. Hey, hey, ik hoop wel dat het goed gaat met Kian, want ik heb altijd... Het ging niet zo goed met hem, hij was geopereerd. Oh, en toen, nu is hij ziek aan het afvallen en zo, man. Wat zeg je allemaal? Verkeerde moment om te lachen. Wat? Altijd, hè, als ik serieus moet zijn, fuck. Wat schiet je me? Oh, hij ging bijna dood, joh. Ik vind dat fucking fucking... Hey, het gaat dus niet goed met hem, damn. Dus... Het gaat nu weer wel goed. Hij moest geopereerd worden. Hij had echt iets heel goed. Godverdomme. Hey, Kian, I love you, man. Is nou dit mooiste en hoogste penthouse van Rotterdam? Dit penthouse is voor 6,9 miljoen euro van jou. En dan heb je ook gelijk het hoogste privézwembad van Nederland. Waar is het zwembad, by the way? Is dat geultje daar? Ja, maar hij heeft nu zo'n zwemvijver, toch? Dat is ongeveer hetzelfde. Maar dan... Is dit copyright free? It better be! It better be! Ik denk altijd bij deze dingen, damn! Het moet leuk zijn om zo... fucking rijk te zijn. Maar ik denk altijd, als je zo fucking rijk bent dat je 7 miljoen gewoon kan spenden op een penthouse, koop dan een mooi huis. Maar heeft hij smaak? Dat weet iedereen. Gio heeft hij smaak. Hij heeft een kunstwerk aan de muur hangen. Dat geloof je niet. Ik LV-astronaut. Wat is... Hè? De maanlanding met de Louis Vuitton vlag. Waarom? Dit. Hij heeft ook dat lampje daarboven, dat schijnt dat je het op dat ding. Hij wil dat je hem ziet. Fucked. God, we gaan door naar zijn nieuwe villa, want dit is de vorige. Ja. En we hebben nog een special guest, een hele bekende YouTuber. No! Wie is de special guest? Wie is de fucking special guest? Let's go, man! No! Wie denk je? Ik hoop... Royalist. Ik hoop Don de Jong, man. No! Weet jij dat wij op 9/11 hebben gevlogen? We hebben gevlogen op 9/11. Ja, man, dat zou fucking nice zijn. De twee CEO's van Focus Drink. Dan Mart, zie je links opdoemen hier die Montevideo-toren hier links. Een beetje als je omhoog kijkt naar de zon. Schijnt er een beetje tegenin. Ik vind je emmen op het gebouw ook gewoon niet mooi. Ik ga eerlijk zijn, ik ben... Zo'n metrostation emmen. Precies, het lijkt op een fucking metrostation. Ik heb het nooit begrepen. Het is dus blijkbaar iets... We zijn niet mee in deze wereld, ja. Wij zien het niet. De garage. Kijk, nu ook weer. Check die M. Maar is dat van het gebouw of is het van de metro? Ja, dit is van het gebouw. Nee, dit is van het gebouw. Fuck. Dit is gewoon van het gebouw. Het is wel heel spectaculair, kan ik u laten zien. Komt u mee? Nou, we gaan aanbellen. Kijk eens aan. Niet één, maar twee maanden. Wat word jij dan als editor van deze jump cut? Wat word je hiervan? Dus ik wil even replay. Instant fucking replay. Ik had hem niet verwacht. Ik ga eerlijk zijn. Dit is een kunstwerkje, man. Dit is een kunstwerk. Spectaculair. Komt u mee? Bellen aan. Ja. Oh! Kijk eens aan. Dit is dus de magic of movies. Want ik heb al vernomen dat het meest grote spektakel al gelijk hier is. Leslie, jullie zijn natuurlijk Rotterdams. Zo nou weet dat. Ik toevallig zelf, Mart, jij denk ik ook, daar staat de Euromast. En zover kan ik ongeveer komen nog. We hebben nog veel meer te zien, want... Yo, hoe lang gaat dit slow motion shot nog duren, man? What the fuck? Dit is een schoolproject, man, van natuurlijk, ja, de Maas. De Maas, hè, mensen? De watertaxis gaan... Zeg nou de Maas? Ga eens terug. Hoor wat Floris zegt. Die man, die verkoper, die zegt de Maas. En dan zegt Floris, de Maas. En hier natuurlijk, ja, de Maas. De Maas, hè? De Maas! Ik heb dit nog nooit meegemaakt dat er iemand dyslectisch is in hoe die praat, man. Dat hij per ongeluk de M omdraait. Dit is... Hoe dat allemaal in elkaar zit, is allemaal open. Correct. Het is echt een open floorplan, zoals dat we ook internationaal heel veel zien. Op deze verdieping heb je, zeg maar, niets. De woonkamer. Op deze verdieping heb je niets. Of deze verdieping Gio is leeg. Er al! Hij staat gewoon hij daar! Hij is er al! No! Hij is aan het vloggen, shit. Denk ik, man. Hij is YouTuber. hij is aan het vloggen. Wow. Heb je die Gameplay World XL video wel eens gezien waar die in de Minecraft parodie zingt dat vrouwen achter het aanrecht horen? Dat vind ik echt een vette video. Jij bent zo sterk als goud, omdat je alles tegenhoudt. Kom maar snel naar mijn huis en kruip achter het fornuis. Dat is waar je thuis hoort, dus pak je schort. Ja, als ik
bezig ben, dan benut ik alles. Ja. Ja, dit, die keuken. We gaan even de 6,9 miljoen vergeten, want voor 6,9 miljoen vind ik dit gewoon lelijk. Ik vind het niet zo mooi, man. Ik heb keukens in de IKEA gezien die er lekkerder uitzien dan dit, man. Wat een fuck. Met die lelijke barkrukken. We werken natuurlijk niet voor niks samen. Dus er kan ook wel eens iets uit de universe komen. Nee, daar komt-ie. En ik weet niet of die er is. Ja, ja, ja! Hè? Dit is hem. Het is niet Sinterklaas. De special guest. De zak van Sinterklaas. Kijk, oh! Daar hebben we de bel. No. Dus Leslie, kijk jij maar eens. Nooit. Even. No. Nooit. Gionato, YouTuber. No. Let's go, man. No. Yes. No. Yes. No. Hallo. Hallo. En. Doe niet helemaal. Gewoon een pakker. Gewoon jij kan het zeggen, want die Floris die ging dus voor de high five. Gio ging voor die grab. Goa handshake, die grab. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat Gio hier aan het filmen is. Die is nu gewoon twee ellebogen aan het filmen. Yo, dat is een fucking nice shot geworden. Respect hand, voor die. De hand staat er niet op. De hand kan er niet op staan. Damn. Volgens mij had jij nog een beetje getipt, maar deze jongen verdient inmiddels zoveel geld. Hij kan nog betalen ook. Nou, wij kennen Gio natuurlijk goed, want ook zijn huidige villa die heeft hij ook bij ons gekocht. Precies. Dus als je die traditie erin wil houden, Gio, graag. Ja, nee, ik snap het. Floris gaat je wat deze dit is zo'n fucking gluipert, hè? Als je mij meer geld wil geven, dan moet je het gewoon zeggen, hoor. Zeker wel. Maar kriebel toch, hè, de stad. Dit is natuurlijk de droom, kijk dan even. Kijken, wat hieraan is de droom? Vertel maar nu wat hieraan de droom is. Wat is hier de droom aan? Die fucking chocoladefontein hier links. Ik vind die fucking nice. Hij heeft toch iets veel nicer nu. Hij heeft toch iets veel mooier nu. Een beetje gewond, een beetje chillen. Dankzij jou natuurlijk. Ik ben groot geworden door jou, omdat jij in mijn filmpjes natuurlijk ooit kwam. Maar ik blijf lekker in Amsterdam. We hebben die twee in de bek en wel wandeling. Ja. Zie je, natuurlijk ooit kwam. Maar zij aan zij zijn ze gewoon in hun eigen huis aan het checken. Hoe je dit ziet. Ja, dit heb je in Amsterdam. Nee, maar ik wil niet... Ze gaan even die gorilla checken. Spijt me mensen, die krijgen allemaal commentaren weer. Wat doen ze? Zij zijn NPC's, man. Maak me gemoed. What the fuck doen zij? Mensen, we zijn aangekomen... Ogen dicht. Wat is dit? Dit is een ad. Oh, shit. En als je dat wil winnen, wat moet je doen? Dan moet je de vraag beantwoorden. Op welke etage ligt dit penthouse? 43. 43, man. Geef mij nu dat shirt. Geef me nu die fucking Nelson. Mijn adres staat nu in beeld. Stuur hem nu naar mij, man. Nu. Ja, dit is verkeerd, man. We geven hier full confidence antwoord 43. Het is niet op 43. Als jij het antwoord wel weet, dan mag je het in de comments laten weten. Het is verkeerd. Wat de fuck, man? Ben ik geen Nelson shirt? No! Zoveel wordt gesproken over dat ik een paar jaar geleden het penthouse aan Madonna verkocht zou hebben. Oh, ja. Een gerucht overigens wat ik nooit heb bevestigd en ook nooit heb ontkend. Daar geven we geen commentaar over. Vooral het laatste. Hij wil YouTuber worden. Deze gast is fucking geluiperd, man. Niemand die naar deze video kijkt, dacht bij het zien van hem. Hé, dat is die guy die de appartement aan Madonna heeft verkocht. Hij is de BFF van Madonna. No way. Dit is echt wel eng, dit. Oh. Ja, hieruit kan je springen als je klaar bent. Dat is echt wel eng, dit. Want er zit geen veiligheid voor. Als je geen zimmer hebt... No! Hij zegt het gewoon! Daarmee mag je niet lachen. Dan spring je zo in de waas, hè? Nou. Ik denk zelf dat heel veel mensen dit ook als... Ik vind dat tv-meubel eronder nice, man. Rare shit, man. Daar ligt gewoon wat troep. We hebben er nog één. Het ligt daar inderdaad. Ja, dat is gewoon... Ja, gewoon als je ze in een kringloopwinkel naar elektronica zoekt, dan ligt het er zo bij altijd. Vet man, 6,9 miljoen euro. Ik dacht dat dit het was, er is nog meer. Maar nu wordt het interessant, want die tweede verdieping, daar is het misschien wel... Daar ligt misschien wel een tapijtje of zo, wordt opeens gezellig. Daar ligt misschien... Misschien Jade. Oh, in bikini. De goede thumbnail voor Floris. We moeten chillen. We moeten chillen. Dan gaan we verder met het appartement. Wat hebben we hier rechts nog iets rechts misschien? Ja, wat dacht jij? Zo, wat is dit nou? Oh, zo. Hé? Kijk, hier is waar de magic happens. Ja. En dat doe jij. Hier is waar de magic happens? Ja, waar de fuck is Jade? Waar de fuck is Jade? Hè? Is dit hoe rijke mensen leven? Die hebben geen deuren meer in hun huis of zo? Is dit nog niet eens de master bedroom? Nee. Oeh. Dit is niet de masterplan. Ja. En we hebben nog even het badkamertje laten zien, Mart. Loop je er even mee, want dat is toch leuk. Om te er zit een bad ook nog in. Is dit de badkamer? Bro, je wordt gescamd, man. Je wordt gescamd. 7 miljoen wil je hiervoor. Het allermooiste uitzicht als je hier staat, namelijk op jezelf. Dit is een huis uit de Sims, man. Dit staat helemaal nergens op. Wie gaat dit kopen? Wc-papier is bijna op trouwens, vergeet dit niet te vervangen. Hier, terras nummer 1. En de grote verrassing boven, die we al een klein beetje hebben verklapt. Ja, maar dat is eigenlijk geen verrassing meer, denk ik. Maar zo is het is royalistic. Ja, royalistic zit daar in bikini.
Let's go! Ik wist het. Royalistic of Jaden Bikini. Nou, we gaan het terras even op. Hier is er niks. Hier is er niks. Die foto, fucking stock image van Forrest. Dit is dus... Dit is zo cringe als mensen dit doen. Ik had hier dus een muur kunnen doen, maar ik kan ook... een hele lage resolutie foto van een soort bamboebos of zo. Stock bamboe, Forrest. Even, even wachten op dat stok. Ze lijken er allemaal op. Ja. Ze lijken er allemaal op. Normaal? Dit is zijn droom. Dit is Algiel's droom. Hij woont erover. Mag wel gezegd worden. En als je het koopt, word ik inderdaad je overbuurman. Wat je net even... Weer alweer! Het is alleen maar een flex, man. Deze fucking gast. Gast die gast rechts is er ook. Leuk. De sfeer zit erin. De sfeer zit er goed in. Hij deed het weer. Het gebeurde weer. Hij zei weer... Hij zei weer niks. Check, hij zei weer niks. Zijn mond gaat open en hij maakt al baard, maar niks. Het zou een reden kunnen zijn voor mij om helemaal niet meer in Rotterdam te kopen. Maar waarvoor dank, Floris. Geen plezier. Leuk. De sfeer zit erin. Oh ja. En dan zelf ook lachen. Yo, dat was een fucking goede opmerking, man. Dit was mijn favoriete moment van de video. Oh, daar hebben we dat. Hiermee verdient hij fucking veel geld, hè? Wauw. Maar Gio zit hier en die denkt, wauw. Ooit op een dag ga ik dit kopen, man. Dit is de droom. Die altijd schijnt hier, ik snap hem. Die komt hier, hoe laat? Ja. Het is van dichtbij nog lelijker, man. Ja, dit... Dit is echt... ouch. Ik kan hier niet eens iets over zeggen. Dit is gewoon niet nice. We zijn inmiddels op het echt de top floor, hè? Ja. En dit is eigenlijk... Is dit de master bedroom? Dat geloof ik niet. Ja, ik hoop dat ze nu ook zeggen dat dit de grap is. Dat dit niet de master bedroom is, dat het gewoon nog een kamer is. Floor, hè? Ja. En dit is eigenlijk toch wel, ja... Het hoogtepunt van de wereld, eigenlijk, dat we bijna zijn. Sorry, ja, het hoogtepunt van de wereld vind je dit? En deze hele verdieping is eigenlijk een beetje de master floor, hè, zou je kunnen De master floor, oh ja. Jullie heel graag uit naar buiten. Het is dus wel de master bedroom. De master bedroom, je wordt gescamd als je dit koopt. Nee, ik kijk ze allemaal. Nickelodeon staat nice. Ja, Disney TV aan het kijken. Dit is dan de badkamer. Dit is niet af, man! Dit is niet af! Is er een badkamer ook weer even heen? Ja. Heel mooi. Dat is een badkamer, tuurlijk. Wat? Wow, dit is de douche. Het lijkt op een fucking Cairo Freeze ding om je in te vriezen in een raket. Maar dit is natuurlijk het moment suprême van het hele appartement. Precies. Hier wordt Gio ook opgewonden van. Die heeft natuurlijk... Gio krijgt hier een harde plassen van. Vertel. Ja, hier zit hier een thumbnail en die jacuzzi zit hier een thumbnail. Ja. En dit is weer een foto in rechts. Ik weet niet of je het ziet, maar die bomen. Met die blauwe zon is, is gewoon een print. De jacuzzi is ook gewoon vuil. Ja, die is wel een mat nasty, is ook gewoon gescheurd linksboven. Het is gewoon vies. 6,9 miljoen. Dit is de jacuzzi die is hier staan op Marktplaats voor 200 euro gewoon. Vertel wat we hier hebben op terras. Nou, we zijn nu inderdaad dus op de... Check dit! What? No way. What the fuck? No! Hoogtepunt, top of the world, zegt hij. No way. Welke viesheid is dit? Want er is dus geen... Je zit op 150 meter hoogte. Dus er is geen aarde of zo wat je in het zwembad kan lopen. Dit is echt heel bijzonder dat ze hem goor hebben weten te krijgen. Het is gewoon vuil. En dan die foto. Dan wil je toch niet daar. Besef, in plaats van die foto had ook... Dus glas kunnen zitten en dan had je dit uitzicht gewoon kunnen zien! Ja, ik snap het niet, waarom dek je dit af? Je hebt geen uitzicht van dit zwembad. check naar het dak. Dit zwembad had net zo goed in een kelder kunnen staan, man. Check dit dak. Wij gaan even een stapje hoger. Gio, dit is natuurlijk wat jij wel mooi vindt. Ik vind het prachtig. Een privé ik vind zelf. Het prachtig. Ik vind het prachtig. En ook nog hier een jacuzzietje die nu even leeg is vanwege de winter, mensen. Ja. U snapt het wel. We hebben nog een apart zwembad, een binnenzwembad, een sportschool. Dat is en voor de rest van de bewoners, hè? Ja, je gaat natuurlijk niet meer zwemmen beneden als je dit hebt. Maar dat is natuurlijk wel buiten. Hè? Je kan hier niet eens zwemmen, je kan hier in liggen, zeg maar. Je hebt hier een klein raampje uit, zegt. Dat is alles. Een klein gevangenis-vibe. Toch een klein kijkje naar de wereld. Je kan toch iets zien. Ja, dat is zeker de moeite waard. Misschien is het mogelijk dat Gio zijn auto even kan proefpakken. Ja, dus dit was het huis, hè? Dit was het? Nee, dit was het. Ik heb het gevoel dat ze bijna niks getoond hebben aan ons, omdat er bijna niks is. Ze hebben echt niks laten zien. Ze hebben laten zien. Ik dacht dat ze op die tweede verdieping en op die derde verdieping was. Ze zeiden echt duidelijk van er zijn nog verdiepingen. Bro, er is niks. Op de tweede verdieping heb je die mezzanine en de slaapkamer. Die was hard. En dan op de derde verdieping heb je een slaapkamer met een halve badkamer en dit. Dit lijkt op een vieze tuin. Ja, dit lijkt, ik vind echt dat dit bovenverdiep op een vieze tuin lijkt. Ik ben in shock. Ik moet je wat vertellen, man. Nee. Ik heb hierop geboden op dit huis.
En hij is van mij, man. Ik moest iets overbieden. No way. Gaan we die weggeven? 7,4. Gaan we die weggeven met een kijkersvraag? Gaan deze nu weggeven, giveaway. Nee, bro. Jongens, de prijsvraag van vandaag is... Op welke verdieping ligt dit appartement? No. Laat het weten in de comments. Ja, jij misschien dit appartement, no man. No way. Insane, ik doe dit graag. Dat is legendary. Geen probleem. Wauw. En is er ook nog een t-shirt van Norsson op? Hey, Albert. Thanks, man. Thanks. Hey, jij bedankt, man. Hey, Albert. I love you. Hey, love, hoop, man. Dit was vet. Ik hoop dat mensen je gunnen en dat ze een subje gooien, want deze video was een killer, man. Ik vond dit heel leuk. Thanks om deze video te kijken. Vergeet niet te liken, te subben. Check Albert's kanaal hieronder. Thanks, man. I love. Love. See you later. Doei.